Zo, verbrand de sluitronde gelopen. Het zit weer dicht. Zo, we zijn gedropt geworden. Nee, staat er niet op. Oké, we zijn gedropt geworden. En wacht, we gaan het even anders. Knip er maar uit. Yo, Tony Pino hier achter de camera. We gaan de tunnel verkennen. Oh man. We gaan helemaal vanuit Ede gaan we lopen hierheen. En dan gaan we doorstoten naar Duitsland. Eerst even deze twee tunneltjes verkennen. En we hebben een grote tas bij ons met veel proviant erin. Water en al die dingen meer. En heerlijk. Oh man. Ja jongens. We gaan weer aan sport doen. We gaan 10.000 stappen zetten. En een gast heeft al tegen mij gezegd van ja, overwerk je niet aan al die dingen meer. Van, we gaan twee keer doen. Twee keer. Dus 20.000 stappen. We zijn begonnen jongens. Heerlijk. We voelen ons steeds en steeds beter jongens. Daar waar het fietsertje rijdt, daar hebben we ook nog gefilmd. Maar kijk eens even naar dit water jongens. Ja, we kunnen hier varen met de boot. En dat is super mooi. Duiko was hier volgens mij ook een keer. Het is een super mooie tunnel jongens. Helemaal gaaf. Echt geweldig jongens. Oh man. Ah, heerlijk. Kijk eens, flesje water of niet? Wat is dat? Nee. Tony, gedraag je nou eens. We doen niks. Wat ben je aan het doen? Ja, niks. En wat is dit dan? Niets. Snap je? Heel erg mooi. Even aan sport doen, jongens. Heel erg gaaf. Ja, hier was de school extra of niet? Oh jee, vliegtuigonderdeeltjes. Kijk, dat is altijd wel mooi. Hè? En dan 3, 2, 1, hup, naar Duitsland. Let's go, weet je. Een soort van fake dingetje maken op je kanaal. Dat is altijd wel lachen. Jongens, let op, hè. Als er geen chickies voorbij komen, en dat gebeurt niet, kan ik jullie het laten zien. Tas. Daar is het. Eén flesje water. Camera er neerzetten. Dus dadelijk gaan we de hele vuilniszak met water halen. En dan gaan we, gaan we doorstoten, weet je. Het is voorbij, jongens. Het is niet anders. We gaan naar Duitsland lopen. Kijk dan hoe zwaar gepantserd dit is. Heel erg gaaf, jongens. Jongens, we zijn gespecialiseerd in nachtlopen. Het is 17 uur. Ik ga het jullie bewijzen, jongens. Fuck off. Let op. Kijk naar het klokje. Zie je dat? 17 uur. Heb je het gezien? Spoel de video maar terug. Je hebt het niet gezien. Je hebt niet gekeken, jongens. Kijk even naar die klans. Is dat niet mooi? Als hij er nog gestaan had, was ik nu daarin gelopen, hè? Was ik weer naar binnen gegaan. Maar hij is weg helaas. Jongens, we gaan beginnen. Oh man. Heerlijk. Oh. We gaan een hele grote monstertocht maken naar Duitsland, jongens. Oh jee. Het huilen staat me nader als het lachen. Ik kan nu bijna niet mee, jongens. Ik heb hem helemaal doorgetrokken, weet je, van richting Ede. Zo hierheen gelopen. En nu zijn we, denk ik... ik schat halverwege, ik weet het niet. Maakt me ook niet uit. En dan gaan we door, weet je. We gaan doorstoten. Daarachter heb je, denk ik, de Achterhoek. En dan moet er nog een bosgebied overheen. Oh, look! Wat leuk! Kijk, ik sta helemaal te trillen. Heerlijk, hè? Kijk eens van een fucking tunnel, jongens. Kijk dan wat mooi. Oh, heerlijk. Oh, man. 10.000 stappen. En hebben we... En 1 hebben we in de kop gezet en 20.000 stappen, jongens. Let's go. Tekeni zei dat altijd, let's go. Maar let's go, weet je. Dat staat er voor mij. Hij heeft me echt geholpen, jongens. Tekeni, shout out naar jou. Urbex en al die dingen meer. Staat trouwens ook op mijn kanaal. Geweldig, jongens. Oh, man. Heb je nog Enzo Knol, allemaal alle grote, weet je. Wij lopen hier gewoon, weet je. Voor geld verdienen. Heerlijk. Dan gaan we misschien binnenkort ook een Porsche halen. Of een auto, of een vrachtwagen, of een Apache gevechtshelikopter. Twee vliegtuigen, twee helikoptertjes. Drie boten. En de rest, weet je. Dan pakken we allemaal erin en dan let's go, weet je. Dan gaan we zo varen, weet je. Ja... De voetjes doen het nog goed. Heerlijk. Jongens, we willen 20 kilometer gaan lopen, jongens. Let's go. Heerlijk.
spoorlijn of niet? Ja, dubbelzijdig. Verdomme, waar ben ik nou weer uitgekomen, jongens? Oh jee. Ik hoop dat jullie wat kunnen horen. Oh man, kijk eens naar die vrachtwagens, jongens. Moedertje komt voorbij. Heerlijk. Kijk eens even, hier gebeurt het allemaal. Ja, dit was waar die Chinese gast was. Die was 's ochtends om 6:30 was die al aan het pompen hier zo. God man, ik herinner me het allemaal nog, jongens. Ach jongens. Oh jee. Ik ga jullie wat vertellen, maar dat mag je niet doorvertellen. Ook niet op het kanaal. En dat heb ik trouwens ook niet gezegd. Hier komt een heel groot outletcentrum. Met allemaal winkels. Honderden parkeerplaatsen. Nee, dat was maar een grapje. Zoek het even na, dan zie je het op het internet. Ah, heerlijk jongens. Oh man, ik heb last van mijn rechtervoet, jongens. Doet pijn. Oh, doet pijn. Oh, ik kan bijna niet meer, jongens. Kijk eens wat een leuk hekwerkje. Oh, heerlijk. Oh, lekker watertje, jongens. We hebben lekker watertje in de tas. Kijk, we kunnen of de snelweg overheen, maar dat gaan we denk ik niet redden. Dan kunnen we er of overheen gaan, of we kunnen de binnenweg pakken. Over de spoorlijn heen, maar dat mag niet omdat er een hek voor zit. Dus we gaan doorstoten via een zijweg. Net kwam er zo'n militair voertuig aan. Hè? Ik bracht de militaire groet, weet je. Hij reed iets zachter en toen ging hij weer door, weet je. Dat is zo grappig. Shout-out aan de milie. Heerlijk. Oh man, ik heb pijn in mijn rechtervoet, jongens. Oh man. Ik ga gewoon doorlopen, jongens. We lopen vandaag op water. En als we dan aan het bos aangekomen zijn, daar in Duitsland, dan hebben we nog een souvenirtje liggen voor ons. En dat is de reden waarom ik zeg, let's go. Anders was ik gewoon hier. Ik was gewoon recht teruggegaan, weet je. Maar er is een souvenirtje. En als ik dan thuis kom, dan hebben we ook nog een souvenirtje. Snap je? Dus het is wel mooi, weet je. Trouwens, inkopen in een winkel, hoef je niet meer te doen. De kassiejuffrouw deed heel aardig vandaag tegen mij. Dat is trouwens ook wel super gaaf, jongens. Lopen. Duitsland, we komen. Hey, Brommy, vrachtwagenchauffeur, jongens. Echt geweldig, jongens. Een shout-out naar relax80.nl. Hij doet altijd een Folderwijk. Ik heb ook Folderwijk gedaan, weet je. Niet lang, maar ik heb het wel gedaan, weet je. Kijk eens hier, jongens. We gaan doorstoten, jongens. Oh, man. Eventjes kijken of hij niet last van mij heeft. Nee. Yo, dankjewel. Zo, dat was een stille, jongens. Een stille Jelle. Hij rijdt op gas. Heerlijk, jongens. Kijk eens even hier, jongens. En maar lopen. Kijk eens naar die vrachtwagens die voorbij komen. Oh, jongens. Ik heb drie accu's heb ik bij me. Mijn camera gaat het dit keer niet redden. Ik weet het. Ik blijf vloggen. Tony, wat doe je raar? Ik doe niks. Ja, maar wat doe je dan? Niets. Snap je? Heerlijk. We zullen eens eventjes kijken hoeveel reacties dit gaat opbrengen op mijn kanaal. Meneer gaat lopen. Ja, doen jullie nog. Daar achter de pc. Eruit. Ik ga jullie allemaal eruit sturen, jongens. Koop een stappenteller. Laat zien dat je 10.000 stappen zet per dag. En dan kun je reageren op mijn kanaal. Dat is trouwens gratis. Snap je? Oh, heerlijk. Oh, jongens. Ik heb pijn in mijn rechtervoet. Oh, ik kan niet meer. Er komt de trein aan, of niet? Yes. Hey, shout-out, jongens. Kijk eens. Hoppa, daar gaat hij dan. Allemaal mondkappen. Hoppa, op naar Arnhem. Heerlijk. Zo. Echt geweldig, jongens. Ja, treinvloggen, dat staat trouwens ook nog op mijn kanaal. Woordenwisseling en zo. Dat we in de cockpit gaan. Ja, vliegtuigjes lukt niet meer. Maar gewoon in de cockpit van een trein. En dan gaan we filmen. Weet je, vanuit de trein. Dan gaan we de cockpitmachinist in de gaten houden, wat hij doet. Als jullie dat willen, op mijn kanaal. Tony Pino zit in die cockpit, hè. Heel erg gaaf, jongens. Oh man, ik begin steeds meer last te krijgen van mijn recht. Ik ga bijna huilen. Ik moet me inhouden, maar ik ga echt bijna huilen, jongens. Ik heb ook, sorry. Mijn gevoel zegt, meestal is mijn gevoel altijd wel trein op de trein. Kijk eens. Heerlijk. Oh, nu is die alweer voorbij.
Zo dadelijk komt de volgende. Maar mijn gevoel was gewoon zo, als je denkt dat je bloed in je voet hebt, dan is het ook zo. Maar dat is ook zo. Maar we gaan gewoon door, let's go, weet je. Kijk, er zullen af en toe wel ambulances rijden die je mee kunnen nemen, maar daar heb ik scheid aan, weet je, want we zijn aan het lopen. Oh. Kut. Ik heb pijn in mijn... Nee, doorgaan. Door. Vloggen. Het vloggen is leuk, hè, Tony? Het vloggen is heel erg leuk. Als je pijn hebt, dan is het vloggen nog steeds leuker, weet je? Ik denk dat we... Nee, we gaan het niet redden. Ik ga terug naar huis. We gaan doorlopen. We gaan terug naar huis, we gaan doorlopen. Heerlijk. Kijk, let even op, jongens. Goede instellingen, nieuwe voornemens voor 2021. Schrijf even de goede voornemens onder deze video, wat jullie willen. Snap je? Zet het er maar gewoon onder. Ik kan niet meer, jongens. Het gaat niet meer. Ik ga flauwvallen. Wacht. Nee. Doorgaan. Altijd door blijven lopen, weet je? Een motortje die stilstaat, die klapt om. Dat was trouwens, ik kan het je bewijzen. Ik was in de studio, was ik bezig. En toen wou ik eventjes een lampje ophangen, boven. En toen klapte ik helemaal via de tafel, klapte ik om, weet je? En daar heb ik van geleerd. Dus ik loop naar buiten. Oh. Moeilijk, jongens. Man. Er komt een tractor aan. Kijk eens, de boertjes zijn bezig, of niet? Shout out naar de boeren in België. Let op, hè? Kijk eens. Oh jee. Achterhoektelevisie. Focus nog wat. Jullie weten wel waar ik het over heb. Oh wacht, die vrouw is omgekeerd. Ze zal wel bang zijn voor mij of zo, weet ik veel. Of voor de tractor. Jezus. Nee, ze komt. Jezus, ik dacht dat ze omgekeerd was, jongens. Ik denk, wat gebeurt er nou, jongens? Huh? Goedemorgen. Ja, Eins Live. Kijk dan. Die dingen hebben we nog geplaatst voor Eins Live. De Duitse radio. Nou staat er weer wat anders op het bord. Oh, man. Er komen steeds meer vloggers bij in Nederland. Ik zie steeds meer cameramensen lopen, jongens. Af en toe groeten we elkaar nog, weet je. En dat is wel toppen, weet je. Ja, we moeten een tunnel onderdoor, jongens. Ik kan niet meer, jongens. Ik ga door. Kijk, nu pas kun je zeggen... Dat is de waarheid wat ik spreek, hè. Met de scooter naar Ede rijden... En dan kom je halverwege terug in de kou en dan zijn je handjes zo. Maar nu loop ik en dan zeg ik let's go. Dus het is gewoon puur de instelling van je geest, hoe je lichaam reageert op alles. Waarom hebben ze hier geen fietspad aangelegd? Wat is dit? Ik moet hierheen. Oh nee, wacht, toch. Gaan we nou door het rood lopen en dan mag we. Zo. We gaan de binnenweg pakken, jongens. Oh. Ik ben moe, jongens. Ik ben moe. Oh, ik kan niet meer. Ik ben helemaal kapot. Ik ben helemaal kapot, jongens. En maar lopen door die 17e eeuw, weet je? Vieze tijdreiziger. Voor mezelf uitschelden, jongens. Heerlijk. Kijk eens hoe ze dat gemaakt hebben. Is weer een nieuw tunneltje, jongens. Dat zat even mooi, jongens. Misschien krijg ik nou wel reacties onder mijn video. Kijk eens hoe die praat. Kijk eens naar die kop. Tony Pino, vlog 606. Heerlijk. Toch even kijken. Je doet het niet, maar je doet het wel. Oh, jongens. Ik heb pijn. Ik kan niet meer. Oh, man. Heerlijk. 10.000 stappen. Niet meer doen. Toch gaan doen, weet je. Heerlijk. Ja, jezelf kun je altijd goed vertrouwen. Wacht. We hebben een probleem. We zijn hier uitgekomen bij een of andere shit. Waarom hebben ze deze weg niet doorgetrokken, jongens? Wat is dit nou weer? Dan moet ik de weg over gaan lopen. Wacht, we gaan even de binnenweg pakken. Ik heb ook geen zin om het verkeer lastig te vallen. Zo, dan gaan we dit even doen. Het mag wel niet, maar dan hadden ze maar een fietspad erbij moeten trekken of een wandelpad. Ik wil naar het bos. Nou hoop ik niet dat hier het herdertje staat, want dan moet ik hem ook nog gaan aaien. En daar heb ik vandaag helemaal geen zin in.
Kijk eens wat een dikke villa. Heerlijk. Welkom thuis. Oh, was het maar zo'n feest, jongens. Ik heb pijn in mijn rechtervoet, jongens. Wacht, nou moet ik het niet meer zeggen, want dat gaat te veel worden voor jullie, weet je. Jullie oortjes kunnen dat niet aan. Kijk eens naar deze boerenschuur. Jullie horen mij niet. Wat is dit? Ik krijg allemaal meldingen dat jullie mij niet horen. Oh, wacht. Heerlijk. Ik denk dat het nou nog 12 kilometer is. Oh jee, bovenop dit nog 12 kilometer. Ik ben een schuim op mijn bek te krijgen, jongens. Wat is dit? Ik heb zin in water, jongens. Ik wil water drinken. Maar dat mag niet, omdat meneer gezegd heeft geen water drinken voordat je bij je doel bent aangekomen. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Dan moeten we rechts... Nee, we moeten rechtdoor. Maar dat gaat niet. We moeten de binnenweg pakken, maar dat geeft mijn GPS. Ik heb ook schijt naar GPS. Ik ga gewoon lopen naar mijn gevoel, jongens. Jongens, mijn rechtervoet doet echt extreem pijn, jongens. Ik kan bijna niet meer. Ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst. En ja, die gast die dat ooit gezegd heeft, ik ga hem nou, denk ik, bijna wel gelijk geven. Zo op 60%, meer niet, hè. We gaan rechts afslaan. Man. Oh nee, weer verkeer, jongens. Oké, jongens. Kijk, die donkere stukken vind ik altijd het mooiste. Alleen jullie zien dan niks. Dat is altijd wel een teleurstelling. Oké, jongens. Kijk eens wat een mooie grote boerenschuur, jongens. Super geweldig, jongens. Kijk, let op. Dit gaat heel lang duren. Oh, heerlijk. Nou had je eigenlijk een chickie of een gast bij je moeten hebben die gewoon meeliep, weet je. Dan was het simpeler geweest. Dan was ik al erachteraan geweest bij die hoogspanningsmast. Maar goed. Even kijken, jongens. Waar zijn we uitgekomen? Geen idee. Oké, jongens, we gaan lopen. Het is denk ik de snelweg. En dan... Nou, ik denk dat we gewoon die kant heen gaan, weet je. Het interesseert me nog geen flikker. We gaan even kijken waar we uitkomen. Als we nu weer verkeerd gaan lopen, jeetje, dan komen we misschien ergens anders uit. Dat is trouwens ook wel leuk. Laatst deed de GPS het niet meer, daar had ik geen batterijen meer erin. Toen stond ik recht voor me uit te kijken. En voor traantjes gehad en zo. En even doorzetten en we zijn weer thuisgekomen. Het was trouwens een hele super, super beleving, jongens. Ik heb nog het zweet onder mijn hoofd zo staan. Ik wil er ook niet meer over nadenken, weet je. Het is gebeurd, klaar uit. Een ervaring rijker, jongens. Oh man. Ik snap niet waarom ze die kerstbomen niet allemaal weghalen, jongens. Het is toch al kerstmis geweest, of niet? Oh, jongens. Kijk dan, het wordt donker, jongens. Het is al bijna nacht. Dat is echt super gaaf, jongens. Hallo. Dan gaan we straks nog eventjes het tunneltje onderdoor. En dan gaan we eventjes kijken waar we uitkomen, jongens. Ah, wacht. Eén moment. Een herkenningspunt. Nu weten we waar we zijn. Oh jee. Oh, we hebben een... We zijn iets uit koers geraakt. Ik bedoel, voor de camera dan, dat ik dat moet zeggen tegen jullie. Oei. Jongens, het begint opeens niet leuk mee te worden. Oh jee, de weg is afgesloten. Oh, heerlijk. Als je gaat huilen, de tranen zijn zout, dan krijg je nog wat zout binnen. Dan zal dit wel lachen. Ja. Shit.
Wacht. Ik ben eerlijk tegen jullie. Super, super moeilijk heb ik het vandaag, jongens. Super moeilijk. Oh. Kijk. Als je nou een zwerver tegenkomt, zo dadelijk onder een brug. Maar die ga ik dus nu niet tegenkomen. Laten we hopen van wel. Laten we hopen van wel. Jongens. Wacht even. Ik weet helemaal niet meer waar ik ben, jongens. Is het boerenveld of niet? Oh mijn god. Wat is dit? Jongens, toen was ik een keer verdwaald in het bos en nu ben ik verdwaald in een of andere stad. Of wat dit ook is hier. Als jullie die video zien, weet je dat ik veilig thuisgekomen ben, jongen. Oh man. Oh, ik kan bijna niet. Ik heb bijna mijn rechtervoet, jongens. Hebben ze dan. Oh, is het een vogelhuis of niet? Ja, is een vogelhuisje. Heerlijk. Toch nog hoop. Oh. Oh-oh. Oké, doorlopen. Een mens moet in beweging blijven, dan zie je vanzelf wel waar je uitkomt. Dit ziet er anders uit dan de Belgische haven en de Rotterdamse haven. Dit hier. Hier gebeurt bijna niks. Oh, mijn god. Wat is dit? Oké, jongens. Ik weet even niet waar ik ben. Ik wil zo water gaan drinken, maar dat mag niet. Dwangneurose nummer 1 is ingeschakeld in je hoofd. Snap je? In één dag je rijbewijs halen. Nee, was maar een grapje, hoor. Oh, jongens. Waar ben ik aan begonnen? Wacht. Ik loop hier helemaal alleen, jongens. Wat is dit? Als ze nou wilde dieren tegenkomen, een wolf of zo, dan word ik. Ik ga gewoon bang worden, jongens. Wat is dit? Wat liggen takken op de weg? Dus hier heeft ook al een tijd niemand meer gereden. Yeah, Johnny bit me. Yeah, man. Oké, de weg verandert. Oh, jee. Yes. Oh, look. Oh. We gaan er via de Duitse kant gaan we hem pakken. Jongens, we gaan een vierde. Mijn GPS zegt dat we een vierde Duitse kant gaan pakken. Oh, look. We gaan aan de andere kant van de snelweg lopen. Hoor eens van een geluid. Yes. Dit had ik altijd al willen doen, jongens. Nu is het zover. Let's go. Kijk eens. Heel erg gaaf, jongens. Ja, ze kijkt niet echt vrolijk. Als je mijn kopje nu ziet, kijk ik ook niet echt vrolijk. Hier heb je kopje nummer 2, jongens. Daar komt de trein aan. Allemaal mondkappen richting Arnhem. Ik hoop dat dat die kant is. Allemaal mondkappen. Oh mijn god. Ik moet dit hele donkere stuk in. Mijn camera ziet niks, dus dit wordt niks voor de vlog. Er komt nog een trein aan, jongens, of niet? Let op. Arriva. Jongens, het zit helemaal vol met mondkappen. Niet normaal, met allerlei kleuren. De Amerikaanse vlag was er ook weer bij. Oh, man. Ze hebben het licht uitgeschakeld hier voor de fietsers. Dat ze niets kunnen zien. Dat de oogjes wennen aan het donker. Dit zijn lantaarnpalen. Heerlijk.
Kijk eens even hier, jongens. Ze staan helemaal uit, jongens. Oh, hoe gaan we dit aanpakken, jongens? Dan moeten we een binnenweg gaan pakken. Wacht, we gaan doorstoten, regelrecht over het boerenveld, en dan kijken of we richting Duitsland kunnen komen. Ik hoorde een portofoon, jongens. Ah, beveiliging, yo! Gaaf, jongens. Ja, die moeten ook hun werk doen. Heerlijk. Ja, de portofoon heb ik thuis gelaten vandaag. Niet nodig. Oh, man. Jongens. Kijk eens wat een bedrijf. Het stond er niet en in één keer, wam, hebben ze het uit de grond gebompt en het staat er. Heerlijk. Oh, man. Nou, voor wat eentjes die overkomen. Oké, we gaan even kijken hoe we richting Duitsland kunnen gaan komen. Want, dit gaat nog een probleem worden, denk ik. Oh, er staat iemand te zwaaien naar mij. Hallo meneer. Fijne avond. Doei. Oh man. Ja, ze zien alleen maar een witte punt, hè. Dus ze denken dat er een van de fietsertje niet goed geworden is. En die rondom zich heen aan het schijnen is. Terwijl er een vlogger voorbij komt op straat. Heerlijk. Oh man. Oh. Waar zijn we aan begonnen, jongens? We hebben wel al twee keer een doel kunnen halen op mijn klokje. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Heel erg blij ben ik ermee. Oh. Als jullie nou willen dat ik vaker dit soort nachtwandelingen ga maken, schrijf het ook even onder het kanaal. Misschien dat je mee kan. Misschien dat je mee kan lopen. Is goed voor je gezondheid. Heerlijk, jongens. Gaan we zeker niet zoveel praten als dat ik nu doe tegen deze camera, weet je. Het is alleen maar afleidingsmanoeuvre voor mezelf, om meer te kunnen presteren. Oh, nee, dit ga je niet meenemen, jongens. Ik moet helemaal via het industrieterrein moet ik gaan lopen. Oh jee. Jongens, kijk even. Daar heb je de tunnel weer. Dus we zijn letterlijk gewoon in een rondje gelopen. En iemand anders had nu gezegd, Jezus, die is helemaal boos. En helemaal verloederd. Maar ik doe gewoon mijn duimpje omhoog, want we hebben het weer gepresteerd. Jongens, let's go. Die kant heen lopen. Niet zeiken, gewoon doen. Heel erg gaaf, jongens. Oh jee. Dadelijk gaat die gas van de brand daar sluiten, want dan denken dat ik weer terugkom. Dat moeten we ook niet hebben, dus we moeten heel dicht bij de tunnel blijven staan en zorgen dat we die kant heen blijven. Die gaat mij zeker in de gaten hebben nu, jongens. Die gaat mij zeker in de gaten hebben. Wacht even. Oké, er komt een trein aan. Niet. Oh, anders hadden we die trein als afschutting kunnen gebruiken. Ja, die gaat zo boos worden, dat weet ik zeker. Oké, het kan zijn dat hij aan het poepen is op de wc of iets dergelijks. We gaan er doorheen, jongens. Oké. Even iets snel. Yes, we hebben het gered. Jongens, hij heeft me niet gezien. Man, nog even en dan laat ik me inschrijven als gigolo. Kijk eens van het water. Oh man. Oh, het ruikt naar vis.